Goedemorgen en superleuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is donderdagochtend 7 uur en ik ben bezig met mijn lunch en ontbijt. Ik ga zo naar mijn werk. Ik heb hier een lekkere lunch die ik zo op de foto ga zetten en waar ik het recept nog van zal delen. En mijn ontbijt zijn de wafels weer van de Adams Cake Mix. En daar ga ik Jell-O White Chocolate op doen, waar ik te veel water aan heb toegevoegd. Dus het is niet meer echt een jelly. En mango. En gepofte speld. En ik ga zo meteen dus naar mijn werk toe voor een dagje noodopvang. Heel boeiend, maar niet heus verder. Hoepla. En mijn laptop staat aan, want ik moet verzendlabels maken. En dat is gelukt. Maar de website van PostNL doet het niet. Waardoor ik ze niet kan betalen. Maar hij dus helemaal niks doet. Dus ik moet even kijken hoe of wat. En anders heb ik natuurlijk nog tot 5 uur vanavond. Dus dan moet ik het vanmiddag maar proberen. We gaan het zien. Mijn koffiezetapparaat doet ook niet. Dus het is echt een topochtend. Maar het geeft niet. En ik ben net, ik denk, gooi het er gewoon uit. Al een paar dagen ben ik heel druk op zoek naar een kantoor. Hier in de buurt. Moet er gewoon komen. Ik voel aan alles. Dit is de tijd. En dat kantoor moet er komen. Dus ik ben benieuwd. Heel mooi doel voor 2021. Maar dat vind ik eigenlijk nog te groot voor dit half jaar. Laten we het daarop houden. Zo, dit is echt helemaal niet handig. Je ziet ook nog steeds niet wat ik doe. Dus ik ga hem lekker uitzetten. Ik ga foto maken. Eerst afmaken, foto maken, kindjes pakken. Eten, douchen. En weg. Ik ben lekker al even thuis. Ik ga koken. Ik heb de Vivera Gyros. En die doe ik lekker op een pita broodje met sla. En met paprika en tomaatjes. Dus dat is top. Leuke dag gehad op werk. Met de vergadering. Ik ga me stellen. Echt? Ja. Ik ga iedereen snoepjes doen. Die. Echt? Die wil ik. Die? Ja. Die gaat mama maken, oké? Ja. Ja, lekker? Die. Nou, dan ga ik vanmiddag nog even coachen. Mag en dan die? Hebben we vanavond een online coachborrels. Borrel. Met collega's. Dus, of ja, dus andere coaches. Dus dat wordt gezellig. Hoe? Zo leuk trouwens. Op werk hadden twee meiden hadden een grote pot met chocolate chip cookies meegenomen naar school. Dus daar had ik er één van op. Later nog twee. En vanmiddag kwam de broer van een meisje uit mijn klas kwam een hele lading met van die verse appelflappen van de super brengen. Ja, dat vind ik dus echt mega lekker. Dus daar heb ik er ook één van op. En ik had een heel groot gat nog voor vanavond. Dus ik heb het net thuis ingevoerd. En het paste perfect. Nou ja, perfect. Niet perfect trouwens. Maar ik kom zo uit. Dus ik eet gewoon mijn avondeten. En dan zit ik helemaal prima. Goedemorgen, vrijdagochtend. 6:30 en ik ga ontbijtje maken. Ik had iets leuks bedacht. Maar het kan echt een fiasco worden en super lelijk. Maar ik dacht, dan heb ik in ieder geval laten zien dat het een leuk idee was. Ik heb een klein pita broodje van Joseph's. Ik heb custard. Ik heb blauwe bessen. Ik heb suiker in icing. En mijn doel is dat het een soort puddingbroodje gaat worden qua uiterlijk. Dus ik ga nu kijken of dat lukt. En ik heb net een kleiner broodje gepakt. Ik twijfel of ik toch niet te groot had moeten doen. Gaan we kijken. Nou ja, gaan we kijken. Dat is dan meer voor een andere keer. Ho. Het wordt een redelijke bende natuurlijk weer. Ik denk ook niet dat het echt uitpakt zoals ik wil. Even kijken.
En dit. Oh, dit gaat ze niet houden. Even kijken. Ik wil het eigenlijk iets laten indikken. Mm-hmm. Je ziet ook precies niks. Dat is altijd fijn, hè? Dat doe ik weer echt goed. En dan heb ik ook nog blauwe bessen. Het wordt één grote bende. Ja, je hebt hele mooie laarzen. Oh, het ziet er wel lekker uit. Je ziet wel iets ondertussen, dat is fijn. Zo. Custard. Mmm. Zo lekker. Oké. Nog een paar blauwe bessen. Dan de icing. Ja, je hebt altijd happy, hè? Maar maak zo eerst een foto, oké? Okay? Ja, mag ik maken? Zo. Ja. Ik mis nog iets. Maar wat? Mama, nieuwe. Oh, weet je, ik weet het wel. Ik ga dit. Deze erop doen. Bloemetjes. Die ik nooit heb durven verzenden. Zo jammer. Ze zijn zo leuk. Zo. Jij wel ook zeker. Alsjeblieft. Even kijken. Nou moet ik op gaan schieten. Want de bloemetjes lopen weg anders. Die gaan smelten. Ik wil nog iets van een sausje. Oh, deze. De vanille. Ik ben trouwens deze vlog heel goed in hele lange fragmenten maken. Sorry als het irritant is. Even kijken. Oké, ik ga heel snel een foto maken boven. Ik vind hem goed gelukt. Kijk hoe lekker. Oh, ik zal nog even de voedingswaarde laten zien. Het is dus gewoon de custard pudding zoals ik hem altijd maak. Dus 150 ml water, 20 gram custard, 10 gram eiwitpoeder. Een pita broodje, blauwe bessen. Ik moet nog even chocolade inzetten. Precies niks, maar toch. En dan zijn dit de voedingswaarden. Dus ik ga lekker eten. Zo, lekker voedzame lunch. Net eentje met boter, peper en zout. En nu mijn Nutella. Ondertussen is het 3:30. Ik zet net nog een kopje koffie. Ik ga zo meteen even een online borrel meet hebben met collega's. Daarvoor heb ik een leuk tasje gehad. Ik zie dat mijn haar een beetje vet is. Kijk. Die staat hier. In de koelkast, want als ik de directrice een beetje goed inschat, dan denk ik dat er wijn in zit. Ik denk dat er rosé in zit. De tasjes zijn namelijk Hoe heet dat? Daar staat een naampje op. Genaamd wilde ik zeggen. Oké, vaag verhaal. En ik schat er zo in dat ze voor iedereen iets heeft gehaald. Wat diegene drinkt. En dan zou het bij mij heel goed kunnen dat er rosé in zit. Want zij weet dat ik rosé drink. En misschien heb ik dit helemaal fout. En dan is het een beetje verschut dat ik dat hier zeg. Maar dat geeft niet. Dus die staat daar. De kindjes zijn nog bij mijn ouders. Marco is werken.
Het begint om 4 uur en duurt tot 5:30. Dus we gaan het zien. Mijn ouders eten met de kindjes, dus dat is ideaal. En ik heb zulke leuke dingen en al gehaald en besteld voor de lentebox. Echt, ik ben helemaal excited. Hij wordt zo leuk. Ik heb er zin in. Ik kan niet wachten. Ik denk, ik had er al over nagedacht, dat hij eind februari, begin maart online komt. En ik wil zorgen, want het is uit mijn hoofd, 4 april lente. Lekker. Jemig. Je kan wel merken dat ik de hele dag achter de computer heb gezeten. Ik ben helemaal gaar. 4 april is volgens mij Pasen. Dus het leek mij leuk als iedereen de box rond lente, rond 21 maart, in huis krijgt. Moet ik natuurlijk even heel goed in de gaten houden wat het weer doet. Want natuurlijk heb ik chocola gekocht. Want dat vind ik zelf echt super leuk. En vorig jaar op 11 april is Mila jarig. Hadden we het zwembad in de tuin. Dus toen was het echt warm. En ik wil natuurlijk niet dat de topping smelt. Zeker niet bij zo'n box. Dus er is heel veel info waar je niet veel mee kan. Behalve dat je die box echt, denk ik, wel wil bestellen. Als je van toppings houdt. En ik heb hier eigenlijk echt een hekel aan wat ik nu doe. Want ik haat reclame maken. Ik kan er heel slecht tegen. Het is ook een heel groot irritatiepunt op Instagram van mij. En dat is echt meer een probleem van mezelf. Dat besef ik me. Maar ik vind dat zo strontvervelend. En ik hoop niet dat je nu denkt, Josh, je doet het zelf ook. Maar je moet dit of je wil dit. Ik heb het laatst gezegd met die pita broodjes die ik in de grill had gedaan. En toen was ik aan het editen. Toen dacht ik, nee, je doet het nu zelf ook. Dus wellicht vind je het aantrekkelijk om hem te bestellen. Goedemorgen, zaterdagochtend, 6:45 en ik ga ontbijten. Ik heb mijn standaard havermout gemaakt van 200 ml water, 30 gram havermout, 10 gram eiwitpoeder en daar heb ik 50 gram wortel door gedaan. Wat banaan erop, gevriesdroogde aardbeidjes en ik ga lekker ontbijten. Ik zal binnenkort weer even een meal prep video op gaan nemen. Waar ik deze ook in doe. Dit zijn de voedingswaarden namelijk. Dus dat is top. Ik ga lekker eten. Ons wekelijkse uitje naar de markt. Lekker Lau? Zaterdag klusje. Koffiezetapparaat. Ontkoken. En ik heb op de markt, ik weet niet hoe het heet, ik vind het altijd super leuk. Echt zo lente. Van deze dingen gehaald. En de kindjes hebben gerbraas gehad. En ik ben net dus even naar de supermarkt nog gereden om ontkoker te halen. Dat is nu bezig. En Mia mocht kiezen wat ze wilde eten. Die wilde pizza, dus ik heb pizza gehaald. En dan gaat Marco zo werken. Het is nu pas 9:55 hoor. Dus we hebben nog de hele dag. Er staat weer een lekkere bananenwortelcake in de oven. En na mijn ontbijt met wortel heb ik ook een lunch gemaakt met wortel. Nieuw probeersel. Dus ik ben benieuwd of het lekker is. Het is een soort overnight oats met wortel en mango. Dus ik ga kijken. Met Calofit, de cookies and cream en de chocolade. Ja, vind ik mega lekker. En hartjes van Tasty Toppings. De lunch was echt super lekker. Ik heb daarna nog eventjes op bed gelegen. Ik was echt kapot. Ik ben nog steeds een beetje moe. De nachten zijn zeg maar weer even belabberd. Maar dat geeft niet. Ik heb even een snackje gepakt. Ik heb trek en ik denk dat het vermoeidheid is. Dus ik heb 180 gram cherry tomaatjes. Laura ligt in bed. En we gaan zo meteen, als zij wakker is, nog even lekker naar buiten. We hebben net lekker 3 kwartier buiten gelopen. En het is ondertussen 4:45. We zijn al 3 kwartier binnen ook hoor. Ik heb even de binnengekomen toppings uitgepakt. Gesorteerd wat er nu nog wat bij kan. En alles voor lente Pasen heb ik in bakken gedaan. Maar dat is ondertussen zo'n grote hoeveelheid dat ik een extra bak moest hebben.
En ik heb nu voor de kindjes zo'n mega simpele pizza in de oven gedaan. Daar heb ik nog kaas op gedaan, tomaatjes en tonijn. Ik ga nu kijken of die andere nog in de pizza. Yes, past. Ja, past. En voor mezelf ga ik pizzetjes maken op deze kleine pizzabroodjes. Van afvallen met brechtje. En dit zijn dan de kleine variant. Ik heb ze ook groter. Deze zijn 50 per stuk, deze 60 calorieën. Nee, want je krijgt zo eten. Dan heb ik 50 gram tomatenpuree in een bakje gedaan met een scheut water. Sorry hoor, daar heeft een kindje hier honger. Dus als ze gaat huilen. Lauren, alsjeblieft. Met peper, zout en Italiaanse kruiden. Dat doe ik er nu op. En dan heb ik laatst ergens gelezen, dus daar ben ik benieuwd naar of dat klopt, dat huttenkees of cottage cheese net zo smelt als bijvoorbeeld mozzarella. Dus wat ik heb bedacht, ik heb 100 gram huttenkees ga ik gebruiken. En dan ga ik kijken of dat klopt. Ja, misschien wordt het helemaal niks, maar ik denk het wel. Ik bedoel, dat zeg je niet zomaar. Of je, diegene, ik weet niet eens meer wie het was. Het was in een tosti volgens mij, zag ik het. Dus dat doe ik er nog bij. Oh. Ik heb gewoon die van de Albert Heijn. De Lidl heeft nog veel fijnere, want die heeft namelijk de light variant. Dat is echt heel ideaal. Maar die heb ik niet. Want ik heb die van de Albert Heijn. Heel duidelijk. Even kijken. Pak ik nog een lepel. Oh, 100 gram is heel veel. Daar was ik al een soort van bang voor. Lekker met mijn handen. Dit ziet er echt zo vies uit. Sorry jongens. Ja, ik vind dat dus totaal niet erg zoals je merkt. Even kijken. Zo. Het ziet er wel lekker uit. Nou. 90 gram wordt het. 100 wordt echt te veel. Nou. Nou. Oké. Okay. En dan heb ik tonijn op waterbasis. En daar heb ik, ik ga meteen even mijn, oh, app erbij pakken. Volgens mij 60 gram van ingevoerd. Ja. En dan heb ik nog heel veel groenten ingevoerd. Maar ik heb natuurlijk tussen de middag, of net, ook allemaal groenten gegeten. 180 gram. Dus ik denk dat daar nog wel wat vanaf kan zo. Lauw. Nee, doe eens gezellig, meis. Zo. Ik hoop echt heel erg dat jullie niet kunnen horen wat ze zegt. Zo. Nou, daar mag nog wel iets meer van. 60 vind ik weinig. Dat wordt dan 70. Lauw. Lekker, je ziet het wel. Dat is top. Oké, dan pas ik die ook meteen aan. 2, 3. En dan cherry tomaten. Gaat goed, hè, Lau? Nee. Nee, ik merk het. Zo. Het is altijd leuk. Dan denk ik, oh, als ik nu ga koken, eten we veel te vroeg. Dus dan wacht ik even. Ja, het is 4:50 hoor. Voor de gemiddelde Nederlander is dit nog steeds vroeg. Dit was voor mij vroeger ook heel vroeg. Oh, lekker chocola. Heerlijk. Ga je dat nou zelf opsmikkelen? Nee. Heb je een lekker toetje? Kijk, Lauren heeft een lekker toetje. Laat maar zien wat er... Oh nee, chocola valt op de grond. Hoi Benji. Nam 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 nam. Nou, dit ziet er ondertussen zo uit. En dit gaat zo meteen
in de oven als de pizza van de kindjes eruit is. En daar eet ik dan nog paprika bij. Het eindresultaat. Lekker. Toetje 2. Het zijn Oppo ijzen, zo lekker. 7:45. Ik ga lekker naar boven. Ik ben aan de slag gegaan voor tasty toppings. Heel veel kunnen doen, gelukkig. En ik ga nog lekker een tijdje lezen. Alhoewel, dat zeg ik altijd. En heel vaak val ik gewoon binnen een hoofdstuk in slaap. Maar we gaan het zien. Marco is nog aan het werk. En die app net dat hij in plaats van morgen om 3:00 aanwezig moet zijn. En dan moest hij om 1:00 weg. Moet hij om 11:15 aanwezig zijn op werk. Dus moet hij om 9:00 weg. En ik ben er gewoon klaar mee. En niet zozeer voor mezelf. Maar ik heb steeds een heel verdrietig meisje dat haar vader mist. En als hij om 3:00 weg moest, hadden we nog een hele ochtend samen. Dat hebben we niet samen. En ik kan hier heel boos of verdrietig om worden. Maar ik ga er niks aan veranderen. Dus het heeft ook echt geen zin. En ik hoop zo dat hij maandag vrij is. Maar we gaan het zien. Spannend. Hij komt ook nog niet naar huis. Ik dacht misschien komt hij al. Maar nee. Had ook niet heel veel uitgemaakt. Want hij is nu op een andere plek. Dus dan moet hij eerst terug naar waar hij werkt. Om zijn spullen te wisselen. En dan naar huis. Dus als hij nu klaar zou zijn. Dan zou hij niet voor 9:15 thuis zijn. Dus niks aan te doen. Het is even niet anders. Maar het is mooi rot. Ja, lelijk rot. Goeie nieuws is wel. Ik zit nu te denken. Heb ik dit al verteld? Ik weet het niet. Dat ik morgen bij mijn ouders eet. Die zeiden, joh, eet je even hier. Aangezien je elke dag met kindjes eet. Morgen dus ook. Alleen dan daar gaan we lekker eten halen. Ik heb een Supreme Nacho Bowl doorgegeven met zoete aardappel, bonen, guacamole. Ik ben benieuwd. Ik denk dat het heel lekker is. Maar ik ga jullie wegleggen. Ik kijk naar mijn batterij, maar dat gaat niet aangezien ik aan het filmen ben. En dan zie ik jullie morgen weer gewoon in deze vlog natuurlijk. Goedemorgen, zondagochtend 7:00 en ik heb een ontbijtje gemaakt. Ik heb een proteïnfluff gemaakt met 150 gram bevroren bloemkool. En ik heb even mijn bevroren mango en blauwe bessen opgemaakt. Zodat de bloemkool hier in de vriezer kan en ik niet terug naar de schuur hoefde. Met 15 gram eiwitpoeder en wat water. En kijk hoe lekker. Dus ik ga dit nu, ik ga jullie proberen weg te zetten. Is helemaal niet handig zo. Kijk. In mijn bakje doen. Het is een beetje vroeger hier. Ik moet nog de vaatwasser uitruimen. En dan heb ik een vullend ontbijt. Wat lekker is. Waarmee ik groente en fruit binnen heb. En wat laag is in calorieën. En dat vind ik ideaal. Aangezien ik vanavond natuurlijk lekker eten bestel. Ja, eten bestel. Nee! Oh. Kindjes zijn ook wakker zoals je hoort. Oh, kijk dan. Je ziet die substantie niet goed. Wacht. Wacht, wacht. Ik ga jullie zo zetten. Misschien moet ik gewoon het statief een keer weer pakken. Er zitten nog wat brokken in. Zo lekker. En er wordt altijd in recepten aangeraden om dit met caseïne te doen, als ik het goed zeg. Maar het kan dus ook echt prima met gewoon whey. Ik denk dat het dan meer te maken heeft met hoe sterk je keukenmachine is. Zo. En hier zit dus ook bloemkool in. Even proeven. Ja. Je proeft wel iets van groente hoor. En er zit ook wat groente. Ik zit te twijfelen of... Ja. Ik kom zo helpen, oké? Okay? Nou, het is gewoon een hele grote, volle bak, zoals je ziet. Ik laat dit gewoon zo. Zo.
Oh. Zal je de voedingswaarde laten zien? Dat is namelijk dit. En geloof mij, hierna hoef ik voorlopig echt geen eten. Hier, kijk dan, met mijn hoofd. Nu is mijn hoofd iets erachter. Dus ik hem echt pak. Lekker, dus ik ga lekker eten. Aangezien Marco zo natuurlijk weer gaat werken, ga ik heel even alleen eruit met de hond. Podcast in mijn oren. Even wandelen, even doorlopen. En dan ga ik er zo nog een keer uit met de kindjes. Maar dat is toch anders. Dit is echt heel even een moment voor mezelf. Want die zijn ook voor Marco trouwens echt schaars de laatste 2 weken. Voor kerst had ik dit kleurboek gekregen. En daar ben ik nu lekker in aan het kleuren. En voor Mila heb ik hem gekopieerd, zodat ze ook lekker kan kleuren. We hebben dezelfde, Mie. Ik heb dus van de week mijn wafelplaten van mijn wafelijzer in de vaatwasser gehad. Nou, had ik echt nooit moeten doen. Het is echt een bende geworden. Ik moest ze gewoon helemaal losschrapen. En van de week was dat ook al. Dus ik denk dat dat het is. Want verder... Hallo, licht. Ik ben hier. Doe ik niks anders dan anders. Maar dat geeft niet. Ik ga lekker lunchen weer met die Adam's Cake wafelmix. En het is weer heel laag in calorieën. Ik hoop dat het me voldoende verzadigt eigenlijk vooral. Want dit hele bordje is net 200 calorieën. Met de peer, de Calafit cookies en cream en 100 gram magere kwark. Dus ik ga genieten. Nou, ik dacht, ze hebben jou nog even aan de vlog gezien. Doen we nog even. Marco is thuis. Joe. Ik wist bijna niet hoe hij eruit zag. Maar dit is hem. Was ik eigenlijk wel. Ja, ik heb niet die eigenlijk. Ja, ik ben wel. Ja, we doen nog even spelletje. Het is namelijk al bijna bejaardenbedtijd. Het is... Bijna bejaardenbedtijd. 20:19. Nou. Ja, geloof me maar op mijn arm. Dus ik ga nog even nadenken of ik heel lambak kijk. Maar misschien een deeltje. Dus ik ga deze vlog lekker afsluiten. Yes! Wat doe je? Ah, nee. Marco is een goede beurt. En ik heb trouwens super lekker gegeten. Ik heb een foto. Nom, 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 nom. BAM! Nee, grapje. Oeh, is het wel lastig? Nee, is het niet. Kijk. Het was echt mega lekker. Nacho's met zoete aardappel, bruine bonen, witte bonen, iets met tomaat, ui. Super lekker. Maar ik ga de vlog afsluiten. Super bedankt voor het kijken. Ik heb heel veel super gezegd in dit vlog. Het is leuk als je afsluit, net zoals Mickey zou doen. Oh, Marco sluit hem af. Nee. En dat snappen echt alleen mensen met kinderen of met een jonger broertje, zusje, neefje, nichtje. Of gewoon mensen die 50 zijn en gewoon Mickey Mouse op de bank liggen te kijken. Het is Mickey Mouse Clubhouse. Aanrader. Vraag wel, Marco. Ja, ik ga dat zo kijken. Ja, oh, ik zet hem even neer. Ik krijg een moeie arm. Zo, ik zet hem even neer. Ik ga even de keuken filmen. Misschien moet ik even sporten. Ja, dat zou wel een idee zijn. Ja. Vertel anders iedereen dat je lekker gaat sporten morgen. Ik heb nu zin om te sporten, maar niet nu, want het is nu veel te laat. Ik ben een ander keertje. Oké, goed verhaal. Doei doei!